Macaroni bolognese uit de airfryer. Ja hoor, dat gaat prima. En het voordeel, het is nog eens veel lekkerder ook als je het gaat vergelijken dat je je pasta apart afkookt. Ik heb hier het Trebeek bakaccessoire. Ik heb daar gehakt in gedaan. Nou, dat zet ik alvast in de airfryermand. En dan gaan we het garnituur snijden, want dat is het mooie van een macaroni bolognese. Daar kan je van alles in stoppen. Ik heb hier paprika, rode peper, knoflook, courgette, tomatensaus en natuurlijk de macaroni. Nou, we gaan beginnen. Ik ga even de wortel, die ga ik raspen. En dan is het eigenlijk heel makkelijk gewoon alles in kleine blokjes te snijden. Komt allemaal niet zo nauw. Ik vind het altijd wel lekker als je wat garnituur ziet zitten. Nou, dan doen we die wortels, die doen we mooi in kleine blokjes snijden. Hoppakee. En de wortel die gaat bij het gehakt. Gaan we de ui snijden. Ook gewoon bij. Pakken we een halve courgette. Snijden we ook een halve courgette, ook in blokjes. En die gaat er ook bij. En zo stop je eigenlijk die hele macaroni vol met groenten natuurlijk. Rood pepertje, die gaan we even door de helft snijden. We halen daar de zaadjes uit, die zijn wel heel pittig. Gewoon met de bovenkant van je mes. Knoflook heeft een heel dun velletje eromheen. Als je dat nou eraf wil halen, heb ik daar een tip voor. Je kan dan de knoflook gewoon pletten. En wanneer je dan de knoflook hebt geplet, kan je heel makkelijk het velletje eraf halen. Ja. Dat zit nu allemaal in het bakaccessoire. Ik meng de groenten een klein beetje door het gehakt en ik giet daar een klein beetje olie overheen. Dit gaat als stap 1. 15 minuten in de airfryer op 200 graden op hoge airflow, want we gaan nu dat gehakt aanbakken. Nou, tussendoor natuurlijk eventjes opruimen. Dan snijden we nog de laatste tomaten. Die leggen we er dadelijk lekker nog bovenop. Die gaan dadelijk heel lekker karamelliseren. Die roosteren we dadelijk. Die snijden we ook gewoon in kleine blokjes. Zo. Het gehakt is heel mooi gebakken. Dan gaan we daar de macaroni in doen. Het mooie van als jij pasta koopt, pasta is altijd 500 gram in de winkel. Het maakt niet uit wat voor pasta je koopt. Je kan dit dus ook met alle pasta soorten doen. Met tagliatella, macaroni, pennen, noem maar op. Vlindertjes, wat je wil gebruiken. Die pasta die gaat er ongekookt in. En dat past precies in dat bakaccessoire. Dan doen we daar een klein beetje tomatenpuree bij. We doen daar tomatenpassata op. We mengen dat een beetje door elkaar. Heb ik nog wat pastasaus. En
en de tomaten die we hebben gesneden. Dan gieten we als laatste de bouillon over de macaroni, zodat de macaroni net onderstaat met vocht. Nou, het voordeel van deze pastabereiding, want heel vaak koken mensen macaroni apart af, is dat je de macaroni nou dus in het vocht, in al die smaken van die knoflook, van die ui, van die tomaat afkookt. Dus al die smaak trekt dadelijk in jouw macaroni en je krijgt een veel smaakvoller gerecht dan. Dit gaan we bereiden, 30 minuten, zonder dat jij meer in de keuken aanwezig hoeft te zijn. Nou, 30 minuten, 200 graden op hoge airflow. En dat is het leuke van airfryer koken. Je kan gewoon je keuken uitlopen en je kan gewoon wat anders gaan doen. Ja, zo zie je dat je eigenlijk prima voor 5-6 personen riante porties kan maken met macaroni. Wil je dit nou in een kleinere hoeveelheid maken, kan dat natuurlijk ook. Pak dan gewoon een kleiner bakaccessoire. Die zijn ook gewoon verkrijgbaar om de macaroni in kleinere porties te maken. Nou, we doen daar wat kaas overheen. Dan pakken we wat lekkere verse basilicum. En dit kan je echt met alle pastasauzen doen. Je kan dit met alle pastasoorten doen. Dit heeft onbeperkte mogelijkheden. En makkelijk, want je hebt veel minder afwas. En je hebt alles in één apparaat bereid. En het is nog lekkerder ook. Macaroni bolognese, oftewel one pot pasta uit de airfryer. Super lekker. En probeer het zeker ook een keer thuis om met je airfryer te maken. Tot de volgende keer.